dames en heren en welkom bij de Gaming Dutchman. Ja, dit was het potje, het veelbelovende potje van de vorige aflevering. En we spelen dus nog steeds met een 4 tegen 4 en een erg leuk variant. Ik moet zeggen, een tijd geleden vond ik echt niks aan. Maar dat valt nu reuze mee. Ik vind het nu toch wel heel interessant. You have taken the lead. Stun. Hoppa, kan ik hem stunnen? Yes. Stun. Hoppa. Nou, snel peren hier. Zo, nu staan die mensen er al vaag in. Dus ik hoop dat dat verwarring een beetje opheft. We krijgen nu... we krijgen 25 punten. Ik denk per 5 seconden. 1, 2, 3, 4... 4 seconden ongeveer. Oh, dat is er weer één. Schoot hij nou eentje naast me neer? Ik zag het niet goed. Ja, dit was er wel één. Hoppa. Nee, dat was niet de goeie. En ik klap jou. Kom op. Oh, ik klapte er één. Kom op. Oh, ja, dat heb je met... de lag die je soms ondervindt. En dat is best wel balen. We hebben de lead. Kijk, dat is mooi. Als verdedigende partij is het zo fijn en goed als je... als je gewoon voorop loopt. ja, zo. Dat is heel. Ja, laten we ons weer gaan verstoppen. Zoveel mogelijk punten. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Uh-oh. Ik heb de verkeerd bommetje gegooid. Hoppa, klappen. Nee! Dat had ik niet verwacht. Oké, nu zie je dus dat we iets voorlopen omdat zij met kills gewoon veel meer punten kunnen vangen. 200 punten voor een stun is al best wel wat, vind ik. Hallo. Hey, doe eens normaal of zo. Ik sta hier gewoon. Oh, en daar loopt er weer eentje achter. Het leuke is, je hebt ook een perk. En dan komen poppetjes hier. En als je die perk activeert, dan kun je de... Oh, hij gebruikt vision. Hoppa, nee dus. Oh. Nee, shit, ik kon net niet wegrennen. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Nou hier, hij heeft weer 400 punten en ik verdien er net 200. Dus ja, dan kun je al nagaan dat hun puntenaantal toch wel redelijk hard vooruit gaat. Zeker als je een paar goede hebt en met een zeer hoog level. Dat zegt, hoeft op zich niks te zeggen, maar meestal doet dat het toch echt wel. Ik denk dat we hier gaan staan. Als je hidden bent, dan gaat het sowieso sneller. Volgens mij was er hier nog een. Kom aan. Hoppa. Oh, dat had hij. Volgens mij zat hij niet achter mij aan. Hij reageerde zo verbaasd. Shit, hij weet het dat ik het ben. 30 seconds remaining. I know. Ik zit er al bovenop. Kijk, en door goed te gaan staan, helpt dat je ook gewoon heel erg in. Hoe je opvalt. En oh, toch 45 punten. Even kijken wat de stand is. 9 tegen 7000. Oh, en dat is echt wel goed. Want dan staan we gewoon maar 200, 2000 punten staan we gewoon achter.
En dat is gewoon een heel groot voordeel. Tenzij ze gewoon rete goed zijn en ik gewoon keihard op mijn bek ga nu. Maar ja, we gaan weer voor Templefish en Smogons. Dat zijn toch echt wel mijn lievelings. Krijg je vrij snel. Maar omdat ik het de tijd niet gespeeld heb, vind ik dit tot nu toe echt wel de fijnste round two methodes. Oké. Okay. Oh, kijk uit meneer. Zijn er nog een paar dichterbij? Nee. Oh, ik moet echt diefzak boeren. Hoppa. Dood. Oh, dat, ik dacht al dat er een was. Oké, we staan nu nog tweede. Maar dat duurt niet lang meer. En er zit er nog eentje in ons midden. Waar dan? Daar. Hoppa. Hoppa, kom op, kom op, kom op. Kom op. Hoppa. Yeah. En dat, die achtervolgingen zijn zo leuk. Oh, iemand had hem de keel dichtbij. Dan gaan we hierheen. En rennen en dan om de hoek. Is verstandig om rustig aan te doen. Maar waarschijnlijk vermoeden ze ons nu al. Omdat daar eentje loopt en ik ook. En ik ben... Je loopt altijd best wel gericht. En dat is toch wel echt wel moeilijk om dan daartussen niet op te vallen, zeg maar. Hij zit heel dichtbij. Hij zit in deze tent. Maar ik zie hem nog niet, omdat mijn hut in het midden niet blauw is. Nou zie ik hem. Ja, dat is. Oh, en ik had hem niet, ik had hem moeten targeten. Shit. Kom op, kom op, kom op, kom op. Ja, heb ik hem toch nog. Mooi, shit. Maar het was, ik had meer, oh hier, zie je nou, ik had net meer punten gehad. Dat is wel jammer, ik had hem eerst moeten targeten voordat ik iets deed. En is dit er een? Nee. Maar dat is er wel een. En hij weet niet dat ik hem ben. Doei. Latta. Incognito hier. Plus 3 variety plus 200. 600 punten voor een kill. Nou, zo kun je dus best wel hoog houden. En als ik dan bijvoorbeeld van een gebouwtje spring of zo. Dat is dit hem? Ja. Oh, yes. En waarschijnlijk had hij me niet herkend. Incognito, ja, perfect. Ik heb altijd, als ik zo rondloop, dan zou ik sowieso niet al bij zo'n poppetje in de buurt lopen. Omdat ik altijd weer dat ze altijd zijn. Op een of andere manier. Ja, die is dood. You have taken the lead. Ja, hier, hoppa, we hebben de lead. Wat fijn, wat fijn. Dat is een. Dat is een. De vorst is een. Yeah! Street bonus! Ik ben stunt. Doe even normaal. Hey! Hey! Vind je dat grappig of zo? Hey! Kom terug met je lelijke haak. Ik noem je voortaan Captain Hook. Eentje ziet mij. Die ziet mij. Oh, hallo. 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 Ja, dat red je niet, nee. Had ik je ook wel kunnen vertellen. Dat was hem niet. Dat was hem niet. Dat was. Dat is hem. Dat is hem. Oh, dat was hem niet. Oh, hij zit daar. Oh, hij staat in de bosjes. Oh, geweldig.
Ja, daar lig je dan. Oh, ik moet hem nog pakken. Kom op, kom op, kom op, kom op. Pakken, 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 pakken. Kom op. Iemand? Contract lost. Nee, maar ik denk ik pak maar een random persoon. Oké. We zijn dus eerste geworden. En eens even kijken. Hoppa, dat was hem dan. Nou, bedankt voor het kijken. We hebben gewonnen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei.